and Nervous in de Optimaal 24 op deze zaterdag. Het is 17 minuten over 1 op 26 november 2016. We noemen het de dag van de Achterhoekse popmuziek. Vandaag, zo direct gaan we even met ze praten, maar eerst gaan we even naar ze luisteren. Vader en dochter, Cordula en Joop Klein-Goldewijk met... Nou, luister maar, je hoort het vanzelf. Ook betrokken bij de dag van de Achterhoekse popmuziek.
Ja, het is een drukke dag vandaag. Het is een drukke dag vandaag. Het is een drukke dag vandaag, zeker ook voor jou. Cordula en Joop Klein-Goldenwijk zijn hier. Je weet veel meer over ze. En zij weten veel meer over zichzelf trouwens. Ja, meer dan ik denk ik. Ik stond me net de Cordula even af te vragen. Ging dit vroeger bij jullie thuis ook zo? Ja, we hebben altijd wel samen gespeeld. Ja, hè? Ja, maar de laatste tijd wel meer. Dan zeg maar, als ik dan thuis ben vanuit Utrecht, dan, dan gaan we toch wel vaak spelen. Gaan we ons even afzonderen in de muziekkamer, de oude garage eigenlijk. En dan, dan gaan we weer lekker muziek maken, hè? Ja. Dat is wel leuk. Ja. Hetzelfde passie allebei voor muziek, dus wat wil je nog meer? Was dat vroeger ook wel eens, die passie? Eigenlijk niet zo, want ik deed qua heel erg mijn eigen ding. En jij ook, hè? Ja. Met spullen en zo, ja. Dus, nee, dat niet. Ik denk, nu is het gewoon meer. Dat gewoon wat meer samenspelen, zeg maar. Ja. Een van de laatste keren dat we jou in de Achterhoek gezien hebben, was op het Wichiko Festival. Ja, ja. En sindsdien zie ik jou in bomen hangen, geloof ik. En allerlei rare plaatsen bezoeken om je niet te maken. Waarom is dat? Ja, ik had bedacht, ik wil eens wat anders doen. Dus niet, zeg maar, gewoon in de kroeg en, of op een podium. Dus toen heb ik vanuit een bomen opgetreden. En in zo'n tuigje, zeg maar. En dan kon ik een beetje zo dansen op die tak. En met de gitaar in de boom. Het was super lachen. Dus het is in het kader van een Weird Location Tour. Dus ik ben ook nog op zoek naar andere gekke plekken. De vorige keer heb ik in een kapsalon gespeeld. En dus dan ook weer een nieuwe gekke plek bedenken. Dus als iemand wat weet, heel graag. Maar waarom die gekke plekken? Gewoon leuk. Gewoon leuk even wat anders doen. En in de boom, wat ik heel leuk vond in de boom... Dat maakt het ook veel spannender, weet je wel. Want je zit ook echt een beetje zo, blijf ik wel zitten op die tak. En dat geeft het voor mezelf gewoon een soort, ik vind het gewoon leuk om te doen. Ja, iemand zei vanochtend, leuk al die duo's, dan zijn ze een beetje out of the box. Toen zei Robert net tegen mij, dat is voor Cordula helemaal niet nodig, want die heeft helemaal geen box. Nee, ik ben homeless, boxless, boxless, ja. Nee, maar je snapt toch wat ik bedoel, hè? Het springt weer alle kanten op. Ja. Ja, precies. En ik heb heel lang gedacht dat dit een probleem is. En dat denk ik nog wel eens. Maar ik probeer steeds meer te denken... Ach, fuck it. Dat is misschien ook juist wel leuk. Om gewoon te doen waar ik zin in heb. Ik bedoel eigenlijk niet van het springt alle kanten op. Maar ze is zoveelzijdig. Ze kan met haar stem van helemaal links tot helemaal rechts. Dat bedoelde ik eigenlijk niet. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Maar hoe gaat het met Jackie Please? Want dat is eigenlijk je band. Ja, goed. Ja, ik ben nu dus... allemaal dingen aan het uitproberen. Nederlandstalig, Engelstalig, eigenlijk alles door elkaar. En het gaat goed. Ik word steeds meer gevraagd om te spelen. Dus ik speel lekker veel. En ik werk met verschillende mensen samen. Met cellisten en violisten. Maar ook gewoon nog met standaard band, zeg maar. Tussen aanhalingstekens. En dus dat is heel leuk. Zeg maar, ik voel me heel vrij. En dat is eigenlijk toch wel wat ik het liefste wil. Gewoon vrijheid. Heeft Joop verrast, zei je nog wel eens, muzikant? Verrast zei je nog? Ja, want ze heeft bijvoorbeeld het liedje van Strijs van Raam. Dat vind ik zelf ook een ongelooflijk mooie tekst, ook mooie muziek. In het Nederlands, maar als je Engels ook mooi, dat gaat niet. Maar ze heeft toch best wel, vind ik zelf wel, dichterlijke kwaliteiten, zeg maar. Maar ook bij je Engelse liedjes wel, vind ik. Het gaat allemaal over, vaak over zinvolle onderwerpen en zo. Het is niet meer over I love you, maar vandaag niet, maar morgen wel. Maar even iets meer, zeg maar. Dus ja. En ik vind de muziek ook erg leuk. Ben je zelf nog druk in de muziek eigenlijk? Wat zeg je? Ben je zelf nog druk in de muziek? Ja, ik speel dan in een hobbybandje, zeg maar. Cureer, hier was ik een keer live gestaan trouwens. Heel tijd geleden. En we treden regelmatig op. En we doen allemaal 70s nummers, zeg maar. De Beatles, de Stones en Crosby, Stills, Nash & Young. We doen heel veel driestemmig. Koos Harmony doen dan. En we treden best wel mee op. Dat is wel leuk. We hebben iets van 130 nummers voor langzamerhand. Dus dat houdt niet op. Wat gingen jullie nog meer doen voor ons? We gaan Raam doen, dat is een eigen nummer, een Nederlandstalig nummer. En daarna een heel vet nummer van Nina Simone, I Got Life. Duizenden stukjes.
uit in aanvoer. Tegen jouw warme lippen vier ik je lijf. Als ik van glas was, had ik niemand nodig. Was van emotie, stond ik dwars op jouw poort. Ik ben klaar. En daarvoor nog een door Cordula zelf geschreven nummer, en dat heette Raam.